baas, zodat ze hoger opkomen, blijven ze hangen bij het koffieapparaat met je kletsen over voetbal. Ik ken dat. En ik weet dat dat nog steeds gebeurt. Dus je wilt zeggen, dat doen vrouwen niet? Dat doen vrouwen minder. Die zijn gewoon conscientieus hun werk aan het doen. Waarom vind je eigenlijk dat mevrouw Ploemen slachtofferschap aanpraat? Kijk, het grote verschil tussen Nederland en de landen om ons heen is niet die loonkloof, want die bestaat in alle landen. Het grote verschil tussen Nederland en de landen om ons heen is dat wij in Nederland massaal part-time werken, althans de vrouwen. Dat verklaart het grote... deeltijdprinsesjes, toch? Ja, nou, dat is een probleem wat mij betreft, omdat vrouwen zich daarmee tekort doen. Er is een groot probleem met het aantal vrouwen in Nederland dat economisch niet zelfstandig is. Ja, maar dan blijft nog, hè? Stel, Paul werkt 5 dagen per week en ik 3. Ja. Dan zou ik 60% van zijn salaris moeten krijgen. En ja, dan zijn we gelijk. Waarom heeft part-time er dan iets mee te maken? Dat heeft ook niks mee te maken. Maar waarom breng je dat dan op? Omdat de focus op dus het zogenaamde discriminatieverhaal vrouwen alleen maar verder demotiveert om meer te gaan werken. Kijk, ik denk dat wij het allebei heel erg met elkaar eens zijn dat vrouwen in Nederland te weinig werken. Dat we daar iets aan moeten doen. Dat we eindelijk eens een keer normaal verlof moeten geven aan man en vrouw. Dat we kinderopvang fatsoenlijk moeten regelen. Betaald voor degene die werken. Dat we eigenlijk een beetje volwassen moeten worden. Maar dan helpt het niet als je vrouwen telkens vertelt, jullie worden onderbetaald. Als daar niet concreet bewijs voor is. Je merkt gewoon dat vrouwen... Ja, we zouden allemaal... Kijk, feit is, we zijn het inderdaad best wel eens. Feit is dat er een loonkloof is. Niet alleen in Nederland, in alle landen van Europa. Dat is op zichzelf, moet dat opgelost worden. Maar los je dat op door als iedereen fulltime gaat werken? Mijn punt is, daar heb ik dus mijn wet voor om dat op te lossen. En vervolgens moeten we het hebben over... zou het niet goed zijn als iedereen economisch zelfstandig kon zijn. Ook vrouwen, dat vind ik ook best wel. Maar ik vind het dan weer te gemakkelijk, als ik het zo mag zeggen... om te zeggen, ja, dat doen vrouwen zichzelf aan. Nee, maar dat zeg ik niet. Kijk, ik zeg dat de loonkloofdiscussie... toch een beetje afleidt van de veel fundamentelere, belangrijkere discussie die we moeten voeren. Hoe kan het dat Nederland het land is waar vrouwen het minst bijdragen aan de economie van heel Europa? Hoe